Hoofdstuk 5. Last March of the Ents. Separated from the Fellowship, Merry and Pippin resolve to spur the Ents into action against Saruman. Oftewel, deze twee hobbits. We hebben hier Treebeard, die is een Ent. En we hebben hier drie Ents liggen. Dus we hebben vier Ents in totaal. We beginnen het spel met vier kaarten. En omdat ik solo speel, een hand van zes kaarten aan de rechterzijde waar ik mee kan ruilen. Gelijk een ring. Twee insights, een hoorn. Die horens zijn vrij belangrijk in dit hoofdstuk. En nee, dit is weer niet mijn eerste keer dat ik dit hoofdstuk ga proberen. En zelf heb ik deze. Fijn, die horens. Ik heb twee van deze en een flesje nodig om het eerste challenge te volbrengen. Wat gaan we doen? Die ents mag ik alleen verplaatsen als daar een hobbit op staat. Die ent loopt dan met die hobbit mee. En ook Treebeard is wat dat betreft een ent. Er komen goblins in het spel. Die kan ik verslaan door samen met een ent dat vakje in te lopen en dan één horenkaart in te leveren. Of twee dezelfde kaarten, dat mag ook. Moet ik een goblin plaatsen naast een vakje waar al een goblin is, dan gaat die goblin die er al lag, moet ik omdraaien, dat wordt een vuurtje. En komen er twee vuurtjes in het spel, dan heb ik gelijk het hoofdstuk verloren. En moet ik een hobbit plaatsen op een vakje wat al bezet is, dan moet ik hem steeds een vakje hoger plaatsen, een getal hoger, totdat dat vakje wel kan. Een vuur kan ik alleen uitmaken door te zorgen dat er twee ends naast het vuurtje liggen en dan twee dezelfde kaarten in te leveren. Wat gaan we doen? Challenge 1. Moet ik zorgen dat de hobbits plus Treebeard plus één van de drie andere ends hier in dit vakje verzamelen. En dan moet ik dus die kaarten inleveren om de challenge te voldoen. Daarna moet ik zorgen dat hier twee ends komen te liggen bij de dam. En tot slot, als die gelukt is, mag ik door naar de laatste challenge. En dan moeten we zorgen dat hier twee ends komen te staan. En dan hebben we het hoofdstuk gewonnen. Dus laten we maar eens even gaan kijken hoe ver we deze keer komen. Eerst twee gratis verplaatsingen. Woetje. Deze twee wil ik graag houden omdat ik daar goblins mee kan wegmappen. Deze hebben we straks nodig voor het hoofdstuk, maar die heb ik op zich wel over in mijn andere hand. Dus die zou ik kunnen gebruiken. Ik lever deze kaart in om deze te pakken. En dan lever ik deze alvast in voor een extra verplaatsing. En dan doen we die. Dat was mijn beurt. Ik trek twee kaarten. Nummer 3. Bij nummer 1 tot en met 9 moet ik een goblin plaatsen op het vakje wat tevoorschijn komt, op het getal. Bij kaart 10 tot en met 15 moet ik één goblin die er al ligt omdraaien naar vuur. Ligt er geen goblin, dan gaat er een goblin het bord op. Maar ik gooi een 3, dus die komt hier terecht. Dan mag ik twee stapjes doen, dus 1 en dan doe ik mijn tweede stapje. En dan neem ik dus deze end, Treebeard in dit geval, neem ik mee. Dit zwaard hebben we voorlopig niet nodig, dus die lever ik dan in om dan gelijk hierheen door te lopen. Nou moet er nog een tweede end bij komen. Maar ik laat het even voor wat het is. Ik trek twee nieuwe kaarten. The Mirror of Galadriel. Look at the top card of the plot deck. You may put it on the bottom of the deck. Kan handig zijn als we in paniek komen met dat vuur. Nu komt er een goblin bij in vakje nummer 8. Dat is hier. Dan doe ik 1 en 2. En dan map ik die goblin weg met deze hoorn. Voor de challenge hebben we deze twee nodig plus nog een insight. Dus dit zwaard hebben we nu ook nog niet nodig. Dan kan ik een extra stapje doen. En dan gaan we deze hierheen zetten. Nee, ik ga weer terug naar 9. Dan hebben we minder kans dat er een vuurtje komt. Ja, dat gaan we doen. Dat was hem. Ik trek twee nieuwe kaarten. Een ring en de Great Eagle. Move each character miniature up to one space each. Die is altijd fijn. Er komt een goblin in nummer 6. Nummer 6 is bezet, dus dan gaat hij naar het volgende vakje. Is nummer 7. Dan is die aangrenzend aan de andere goblin, dus die gaat dan in vuur. Danger, danger, danger.
maar niks wat we niet kunnen oplossen. Want ik mag 2 keer verplaatsen, dus dan doe ik eerst 1. Dan lever ik een storykaart in. Dan is deze verslagen. En als tweede stappen we hierin. En nou hebben we in principe voldoende, want dan lever ik deze ring in voor deze insight. En dan hebben we 2 insight en dit, of 2 insight, ja, en deze flesje, de mystery. En dan hebben we de challenge completed, want dan zijn we met 2 hobbits en 2 ants in het middelste vakje. Reward, draw 2 cards from the story deck. 1, 2. Now we must decide if the ants will go to war. Ik moet nog wel even dat vuurtje zien te blussen. Maar ik durf daar nog heel even mee te wachten. Dat zei ik heel stoer, maar durf ik dat? Om te blussen moet ik 2 dezelfde hebben, maar ik wil deze kaart graag blijven gebruiken om goblins te mappen. Ik durf het aan om nog heel even te wachten. Wisdom of Elrond. Choose a player to draw 2 cards from the story deck and an insight. Die insight hebben we nu niet meer nodig, dus daar kunnen we mooi mee gaan verplaatsen. Er komt een goblin op veld nummer 9. Nummer 9, daar staan we op volgens mij. Ja, dus dan gaat hij, zou je zeggen, naar 10. Maar 10 is er niet, dus we beginnen weer onderaan. Dus dan gaat hij naar 1. 1 is adjacent aan dit vuurtje. Maar goed, dat is al een vuurtje, dus daar gebeurt dan niks. We hebben nu wel het risico dat kaart nummer 10 tot en met 15 tevoorschijn komt. Dat dan een goblin naar vuur moet. Dus dan zouden we er ook 2 hebben. Dus we moeten nu of die goblin verslaan of het vuurtje uitmaken. En ik kan een stapje verplaatsen. En dan zetten we jou alvast hier neer. Dan leveren we hier een hoorn in om deze goblin te verslaan. Dat vuur kunnen we nu blussen als we 2 dezelfde kaarten hebben, maar die hebben we niet. Dus als we nou eens even Wisdom of Elrond spelen, dan krijgen we 2 kaarten. En misschien, kijk, hop, die zit in de verkeerde deck. Oh, lekker dan. Die schud ik er dan maar even doorheen. Hoe kan dat nou weer? En dan wordt dit de tweede kaart. Nu heb ik 2 dezelfde kaarten, dus die lever ik in om dit vuur te blussen, want die zit tussen 2 ends in. En voor onze volgende opdracht hebben we dit en een zwaard nodig. Waar hebben we al gehad? 3, 8, 6, 9. Dat zit wel lekker verspreid. Ik ga de Great Eagle alvast inleveren om 2 karakters een stapje te laten verzetten. Dan zet ik hem hier neer en hij pakt deze end op. Dan kunnen we deze end hierheen gaan brengen. Deze heb ik nog nodig voor de quest. Deze vind ik nog niet zo belangrijk, dus die hou ik nog even. Kunnen we alvast omruilen met deze kaart. Dan hebben we hier de quest, de challenge liggen. Moeten we nog even zorgen dat hier 2 ends komen te liggen. Ik trek 2 nieuwe kaarten. Galadriel's Hair trekt 3 kaarten van het story deck en ik moet dan 1 kaart uit mijn hand afleggen. Dat mag ook een ringkaart zijn zonder dat het corruptietrek vooruit gaat. En nog een flesje. Waar komt de goblin? Die komt op vakje nummer 1. 1 is bezet, 2 ook, dus dan komt hij bij 3 terecht. Dat vind ik niet heel erg, want daar staan we allemaal vlakbij. Ik mag er 2 verplaatsen, dus dan verplaats ik deze hierheen en deze hierheen. Dan lever ik deze in om deze goblin te verslaan. Zo, hebben we weer even rust. Flesje lever ik in om deze end alvast hierheen te verplaatsen. Deze bewaar ik nog maar even. Zal ik deze alvast gaan doen? Dat ga ik wel doen, maar dan is het wel handig om een ringkaart in je hand te hebben, zodat je die kan afleggen. Dus ik ruil deze kaart even om met een willekeurige ringkaart. Dan speel ik Galadriel's Hair. 1, 2, 3. Nou, ik moet 1 kaart uit mijn hand nu afleggen. Dan leg ik natuurlijk een ringkaart af, zonder dat dat gevolgen heeft. En dan hebben we hier
precies wat we nodig hebben om de challenge te completen. Maar dan moeten we dus wel zorgen dat we daar nog komen. Dan lever ik deze in voor een zwaardje. Dat zwaardje lever ik dan weer in. En dan kunnen we nog een stapje doen. Zo. Dan einde beurt twee kaarten trekken. Komt weer een goblin op nummer 13. Flip one goblin to its fireside. If there are no goblins on the board, place a goblin in the highest unoccupied space. 9 is bezet. 8 niet, dus dan komt hij op 8 te liggen. Dan mag ik twee verplaatsingen doen. 1. Ja. Wat gaan we doen? Laten we die maar liggen. Ja. 1 en... Dat is even snel, maar ik wil deze graag bezet houden. Dan doe ik toch 2. Lever ik deze ook gelijk in. 1, 2, dan zijn we er bijna. Oh, kom ik 1 stapje tekort. Zoals wel vaker in dit spel. Helaas, jammer. Kijk, Shadow Facts. You may move one character up to 3 spaces and a ring. We krijgen kaart nummer 14. Oeh, deze wordt vuur. Nou, ben ik weer aan de beurt. 0 tot 2 verplaatsingen. Ik doe er 1. Dan gaan we door naar de storytelling. Rood, groen en een zwaard. Voilà. Challenge completed. Release the river. Both dam spaces must be occupied by ants. The first challenge must be complete. Reward. Trek een kaart van het special deck. Bilbo's Journal. During the draw phase you may choose 2 cards from the discard pile instead of drawing from the story deck. Je kan geen special kaarten kiezen. Oké, okay, nice. Many of these trees were my friends, creatures I had known from nut and acorn. Many had voices of their own that are lost forever now. Oh. Oké, okay, nog maar 1 missie te gaan, 1 challenge. 2 ants moeten hier komen te liggen. You may move one character miniature up to 3 spaces. Laten we dat dan maar gelijk gaan doen. 1, 2, 3. Naast natuurlijk als ik deze hier weg ga halen, dat de boel hier onbeschermd wordt en dat al die goblins naast elkaar komen te liggen. Tijdens de draw phase mag ik 2 kaarten van de discard pile pakken. Als ik nou 2 van die horens pak... Dan kan ik misschien nog wat goblins gaan mappen. En deze ruil ik alvast even om met ook een horen. Maakt het uit. Nee, met een voetje. Voetje hebben we niet nodig. Die kunnen we dan gebruiken om te lopen. Ik heb hier 4 ringkaarten. En dan nog deze 2. Hiermee mag ik ook de bovenste kaart van het plotdeck bekijken. Ja. Deze lever ik in om 2 kaarten uit het plotdeck te zoeken. We hebben ook nog een flesje en 2 van die ogen nodig. Maar die zitten hier nog niet heel veel in. Ja, dat oog wel. Voor de zekerheid zo'n oog pakken. Alvast voor de laatste. Oh nee, ik heb helemaal een huis. Tom, die heb ik helemaal niet meer nodig. Ik heb een flesje nodig en 2 naar keuze. En flesjes zitten hier nog niet heel veel in. Dus die komen vast nog. Dus dan ga ik toch voor zo'n hoorn. Ja. Zo. Plotdeck nummer 12. Oh, dan moet er een goblin in brand. Maar er is geen goblin om in brand te gaan. Dus deze moet dan op het hoogst beschikbare veld. Ja, dat wordt dan in 7. Dan moeten we die goblin dus wel even uit de weg gaan ruimen. Oh, en ik kan hier niet doorsteken. Dus dat kost me sowieso 3 stapjes. Of we moeten dit vuur uitmaken. Dat kan ook door 2 dezelfde kaarten in te leveren. Eerst maar 2 verplaatsingen. Nou, neem die end gewoon mee, dat kost verder toch niks. 1, 2. Dan is het zonde, maar ga ik deze 2 inleveren om dit vuurtje te blussen. Weten we zeker dat we nog een ronde overleven. Deze kaart hebben we niet zoveel aan, dus die lever ik alvast in om hierheen te verplaatsen. Nou, ben benieuwd. Een zwaard en een flesje. 15. Steek een goblin in de hens. Hots of lots. Dan gaat het nu nog goed. Dus voor 2 verplaatsingen. 1, 2.
hebben we die alvast in positie. Nou, die andere nog. Daarvoor hebben we nog 1, 2, 2 beurten nodig. Maar ja, we moeten wel zorgen dat hier de boel niet in de hens gaat. Oh wacht, deze zijn adjacent, dus ik zou dit vuur kunnen uitmaken, maar ik heb niet twee dezelfde kaarten. Ik laat het even wat het is. Trek twee kaarten. Nummer 4. En dat geeft plezier. Dat is hier. Nou, die kunnen we gelijk wegtikken. Ik wil meer kaarten in mijn hand hebben. Oh, wacht. Dat kan ook mooi. Oh, dat kan heel mooi zelfs trouwens. 1. Oh, maar ik mag natuurlijk niet kaarten gaan ruilen in mijn beurt. Het kost me dan wel een verplaatsingsactie. Nou, omdat het kan, halen we hem dan even terug. Misschien kan hij nog nuttig zijn. Dus dat is 2. Dan ruil ik een dubbele kaart, deze om met de hoorn. Die hoorn lever ik in om deze goblin te verslaan. En dan denk ik dat we er bijna zijn, want dan lever ik dit zwaard in om nog een stapje te doen. Dus die komt dan hier en dan kunnen we in de volgende beurt kunnen we daarheen lopen. En dan moeten we alleen nog kaarten inleveren. Een flesje hebben we en nog twee andere kaarten. Ik mag twee kaarten trekken natuurlijk. Hopelijk geen ringen. Nee, heel goed. Ik denk dat we er zijn. Volgens mij gaat dit goed. Nummer 11. Nummer 11. Flip one goblin to its fireside. Er ligt er maar 1. Dus plaatsen we een goblin in het hoogste vakje. Dat is dan een 8. Nou mag ik twee verplaatsingen doen. 1, 2... Both tower spaces must be occupied by an end. Check. Alle andere challenges complete. Check. Ik moet 1 insight inleveren en 2 willekeurige andere kaarten. Bam. Reward. You complete this chapter. Huzzah. Nou, eerste potje kwam ik redelijk ver, maar ging het hier in hands. Tweede potje gaat gelukkig goed. Het is dus wel belangrijk dat je hier wat ends houdt om de boel bezet te houden en in de buurt te zijn, zodat je goblins kan opruimen. Mocht dat nodig zijn. Nou, ging lekker vlot. Kunnen we door naar hoofdstuk nummer 6. We hebben nog steeds niet vooruit hoeven gaan op dat corruptiespoor, gelukkig. En we zijn inmiddels over de helft. En met het corruptiespoor nog niet. Dus we hebben wat speling. En in het volgende filmpje en in het volgende hoofdstuk gaan we naar de Battle of Helm's Deep. The Fellowship fights tirelessly to defend Helm's Deep, but are forced to retreat again and again as they face the overwhelming forces of Saruman. Nou, we hebben net Saruman een lekkere klap toegeslagen daar bij die Isengard. Dus, wie weet, ziet er spannend uit. En maar liefst 4 challenges die we moeten gaan doen. Maar wat die gaan doen, laat ik jullie in het volgende filmpje zien. Voor nu, mochten jullie vragen hebben over hoofdstuk 5, Last March of the Ents, of over Lord of the Rings, The Adventure Book Game in het algemeen, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar despellenreporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.